Winnen van Top Os is over het algemeen een eitje voor de Flevolanders. De laatste 5 ontmoetingen werden gewonnen en dat niet alleen. Almere City wist ook 3 doelpunten of vaker te scoren in een wedstrijd. En ook in deze partij in het Franse stadion komen ze op voorsprong. Geklungel achterin natuurlijk bij Top Os. Bal binnengeprikt door Danny Post in de 18e minuut. Top Os, 3 van de laatste 4 competitiewedstrijden gewonnen. Wordt overlopen in de eerste helft. Dit is Maarten Pauwels op aangeven van Lens Duivenstein. Natuurlijk is Duivenstein weer belangrijk voor Almere City. 2-0. Het is alweer de 11e assist van Duivenstein. Dan moet er bij Top Os ingegrepen worden. Justin Mathieu moet geblesseerd naar de kant. Hij wordt vervangen door Giovanni Buettner, het neefje van Alexander. In de tweede helft. Ilias Alhaft maakte er 2 in de thuiswedstrijd voor Almere City. Toen Almere met 3-0 won. Hij wordt neergelegd. Bal op 11 meter vindt Martin Perez. Overtreding gemaakt. En natuurlijk Lens Duivenstein achter de bal. Doelpunt nummer 12 dit seizoen. Een doelpunt en een assist in deze wedstrijd. En Almere City heeft er weer eens 3 in liggen tegen Top Os. Van die laatste 5 ontmoetingen hielden ze 4 keer de 0. Maar dan in ene gaat het lopen bij Top Os. Helaas nog maar 10 minuten te gaan. Maar deze kopbal van Rochon van Eima mag er zijn. De eer is gered en dat niet alleen. Alarmfase 1 voor Almere City als Top Os weer in de aanval gaat. Giovanni Buettner de invaller met de voorzet en de 2-3 binnengeschoten door Joshua Sanchez. Spanning ontstaat er dan nog in de slotfase in Os, maar doelpunten vallen er niet meer. Almere City zegeviert en blijft goede zaken doen in strijd om die 4e periodetitel.